tijd voor deel 3 van de Hot Winter Set. We hebben een sjaal gemaakt. We hebben een oorwarmer gemaakt. En vandaag gaan we polswarmers maken. Met het garen wat nog over is. Volgens mij samen met Doris. Hi. Kom je doen? Hi. Ja. Met de Alina die over is. En de twee bollen die over zijn van de Foxy. Gaan we de polswarmers maken. Ook weer met haaknaald nummer 12. Nou, met de Alina heb ik een lusje op mijn haaknaald gezet. Ik kan trouwens wel een korter staartje doen. Iets korter. Scheelt weer garen, want we moeten wel uitkomen natuurlijk. Zo. Ook weer niet te kort. Maar een iets korter staart. Doris, zo kan ik niet haken. Je gaat gewoon op mijn handen liggen. Mafkees. Ja. Heel de ochtend heb je gewoon lekker je eigen ding gedaan. En ik ga hier zitten, camera aan. En hop, daar kom je. Ja, ondeugd. Nou, we gaan in ieder geval een losse ketting haken van 12 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 en 12. En je kunt er steeds 2 meer of 2 minder doen. Dus dit past, als ik even zo door, even zo staartje. Dit past ruim om mijn pols. Nou ja, ruim. Het past goed om mijn pols en ik kan er zo met mijn duim plat, kan ik er doorheen. Dus een even aantal lossen die lekker om je pols zit, maar je hand moet er zo wel doorheen kunnen. Nou, als je dat dan hebt, een even aantal steken, hou steeds een beetje dichtgetrokken, dus die doe ik opnieuw. Zo. Ja, trouwens, het aantal steken maakt volgens mij helemaal niet uit. Het hoeft niet even te zijn of oneven. Nee, doe gewoon het aantal steken wat bij jouw pols past. Zodat jouw hand er doorheen kan zo. Ook weer niet te losse doorheen, hè. Want dan heb je hier straks zo'n polswarmer ding boordgeval. Dus je mag wel een beetje moeite doen om het om je hand heen te krijgen. Nou, als jij jouw aantal lossen hebt en deze is nu weer strak getrokken. Dus ik doe hem weer opnieuw. Oh, wat een gedoe. Zo. Dan gaan we halve stokjes haken in de achterste bubbel. En daarna gaan we de ronde pas sluiten. Dus je doet 1 losse extra. Dus jouw aantal lossen. Het aantal maakt dus niet uit. 1 losse extra. Omslaan. En dan recht achter je draadje zie je hier het eerste bobbeltje zitten. Kijk hoor, hier heb je de veegjes, dan draai je hem om en dan heb je hier het achterste bobbeltje. Gelijk na je werkdraad. De volgende, daar ga je in haken. Dus die recht achter je naald zit, die sla je over en je gaat naar de volgende. En dan haak je halve stokjes. Ja, met deze set heb je al eerder in de achterste bubbel moeten haken. Dus ik ga ervan uit dat dit nu ook lukt. En het aantal halve stokjes wat jij dan krijgt, is wat jij in eerste instantie aan aantal lossen hebt gehaakt. Zonder dat je die ene extra erbij hebt gedaan. Dus ik had 12 lossen en toen 1 erbij gedaan. Dus ik heb straks 12 halve stokjes. Zo, en dan trekt het, hè, maar dat lost straks op. Kijk, dit trekt nu zo, dit is niet mooi. Maar als je dan onder aan die losse ketting trekt, zo, dan komt het weer recht te zitten.
Nu ga je je werk sluiten. Je maakt er een rondje van. En dat doe je door een halve vaste te maken in het eerste halve stokje. Dus insteken. En je draad doorhalen. Dan is hij rond. Behalve hier aan de onderkant. En dat naai je dan straks zo vast. Met dat staartje, dat is er lang genoeg voor. Dat moet kunnen. Nee, en nu gaan we twee rondjes halve stokjes haken. De eerste, twee lossen. 1 en 2. Omslaan. Deze steek, die is gebruikt, hè? Dit veetje. Daar heb je je ronde in gesloten en heb je gelijk 2 lossen gedaan. Dus in de volgende een half stokje. De volgende. En zo ga je rond. Elke steek een half stokje. Oké, ik ben rond. Dit halve stokje hoort bij deze steek. Dan heb je hier nog een steek zitten, maar dat is de halve vaste waarmee je de ronde hebt gesloten. Daar maak je geen half stokje in. Niet doen, dat is een valsert. Je sluit je ronde in de tweede losse. Dus dit is de eerste en dit is de tweede. Je steekt in en je haalt je lus op en door de lus op je haaknaald. En nu doe je dit nog 1 keer. Dus 2 lossen. Dan volgende halve stokje. Een half stokje. En dat doe je helemaal rondom. Elke steek een half stokje. Nou, als je dat gedaan hebt, je hebt je laatste halve stokje gedaan. Dan steek je weer in die tweede losse in. Zo. Je haalt je lus op. Door de lus op je haaknaald. En je knipt je draad af. Waar was mijn schaar? Hier is mijn schaar. Met een iets langer... Nee, dat hoeft niet, hè. Een gewoon kort draadje. Ik dacht, je moet vastnaaien, maar dat hoeft niet. Gewoon een staartje. Klaar. En nu trekken we hem niet nog 1 keer door, maar we gaan verder met 2 draden Foxy. Je haakt nu, je haalt eerst je draad Foxy erdoor, zo. Je trekt aan het paarse staartje, dan zit die naar beneden en nu kun je 2 lossen haken. Nee, doe maar 1 lossen, zo, 1 lossen. En dan in die steek waar je net gesloten hebt, daar haak je een stokje. En ik haak gelijk over mijn staartje heen, zo. En in die steek van dat stokje zet ik een steekmarkeerder. Dan weet ik, daar moet ik straks de ronde sluiten, in die steek. En nu krijgt elke steek een stokje met de Foxy. Dus 1 losse in de steek waar je gesloten hebt. Een stokje. En dan verder in iedere steek 1 stokje. Van de bollen afhalen. Zo. Dan ligt dat vast klaar. En als je dan weer bij het begin bent, dan sluit je je ronde in die steek met de steekmarkeerder. Ben er bijna. En dan gaan we 2 steken meerdere.
één steek. Zo, want dit is weer de steek waarmee ik hem vast heb gezet. En nu sluit ik in die steek waar de steekmarkeerder zit. We hebben al een paar keer met die foxy gehaakt. En dan hoefden we eigenlijk niet in die steken in te steken volgens mij. En dat gaan we nu wel doen. Je hebt er al zoveel mee geoefend. Dat moet kunnen. En ik ga je laten zien hoe je dat doet. Zo. We gaan eerst meerdere. Gelijk in die eerste steek. Dus je doet één losse en een stokje. Voel met je vingers zo, met je duim en je wijsvinger. Dan voel je daar echt dat gaatje zitten. En je maakt een stokje. In dat eerste stokje gelijk je steekmarkeerder weer zetten. En echt, ik vind dat een aanrader hoor om te doen. Dan vind je hem straks makkelijker terug. En in diezelfde steek haak je nog een stokje. Dan heb je één meerdering gedaan. En dat doe je dan ongeveer aan de overkant ook. Dus afhankelijk van hoeveel steken jij hebt, je legt hem gewoon plat. Zo, en dan denk je, oké, hier ongeveer moet dan een meerdering komen. En bij mij is dat 1, 2, 3, 4, 5, de zesde steek na de eerste meerdering. Dus dan moet je bij jou even kijken. Gewoon plat leggen, daar ongeveer in de buurt van dat het een beetje verdeeld zit. Dit is 1, 2, 3, 4. En gewoon met je vingers voelen zo, hè, dat gaatje. Niet langs het pootje, maar het gaatje van het steekje. Daar. Twee lusjes bovenaan en eentje onderaan. Dan is dit de vijfde steek en in de zesde zou ik er twee doen. Dus nog even controleren. Plat leggen. Ja, dat klopt wel. Ongeveer, hè. Het gaat om in de buurt van dat je geen twee meerderingen kort na elkaar krijgt. Maar dat ze een beetje verdeeld over de ronde zitten. Dit is één in de steek. En twee in de steek. Nou, en dan weer elk stokje, één stokje. Even voelen met je vingers. Het lijkt allemaal moeilijk, maar echt, dat is het niet. Je voelt gewoon met je vingers waar zit het gaatje waar je in moet steken. En daar zet je dan je haaknaald op. En je duwt hem er doorheen. Zo. Kijk, hier, ik voel met mijn vinger. Haaknaald, erdoor duwen en klaar. Hier ook weer een. Even voelen. En op een gegeven moment gaat dat voelen wel automatisch hoor. Als je dat een paar keer gedaan hebt. En dan heb ik hier mijn laatste stokje. Ik pak die steek vast en ondertussen voel ik het gelijk al van. Oh, daar is hij. Dus een kwestie van oefenen. Nou, dan ben ik rond. En dan sluit ik mijn ronde in die steek met de steekmarkeerder. Want ik weet, dat was mijn allereerste. Dus daar ga ik nu sluiten. Halve vaste. En dan heb je twee rijen stokjes gedaan. En als je hem dan even aantrekt, gewoon zo. Zie je? Hij wordt iets wijder, maar ook weer niet te. Hij zit lekker om de pols. En hij kan er gewoon overheen. Nu kun je de lengte van je handgedeelte maken. Je houdt geen rekening met waar je duim zit. Gewoon rondjes doorhaken. Want doordat het zo'n dikke haaknaald is, kijk eens. Je duim past gewoon door een gaatje naast een stokje. Het maakt niet uit waar. Je hebt ook geen linker of rechter polswarmer. Je duim kan erdoor. Dus ga de lengte haken tot waar wil je hem hebben. Hou er rekening mee dat er nog één randje vaste omheen komt met deze Alina. Daar komt nog één randje vaste. Of niet, dat ik het gewoon zo laat. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, ik laat hem zo.
Dat is leuker. Kijk, ik zit gewoon te prutsen zo, hè. Ik doe maar wat. En het werkt gewoon hartstikke leuk. Dus drie rijen met halve stokjes met de Alina. Dan in elke steek één stokje met twee draden Foxy. Dan twee stokjes in de eerste steek en twee stokjes aan de andere kant. Dus op de helft, ongeveer in de buurt van. Ronde sluiten en dan kijken hoe lang je hem wil hebben. Als ik dat heb, kom ik bij je terug. En dan is de set klaar. Nou, ik vind ze lang genoeg. Ik vind hem lang genoeg. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronden met de Foxy gedaan. Nu sluit ik met een halve vaste in het eerste stokje waar die steekmarkeer erin zat. Zo. Heb ik nou mijn schaar ook meegenomen? Nee, oh, heb ik van alles meegenomen behalve een schaar. Ik loop nog even terug. Zo. Want ik was natuurlijk lekker op de bank gaan zitten om te haken. Zo. Ik knip draadje af. Hoeft niet te lang, want je hoeft hem alleen maar weg te naaien. Nog één keer doorhalen. Aantrekken. En klaar. Dan heb je er één af. Ik draai hem binnenste buiten. En het makkelijkst gaat dat om dat vanaf het vingergedeelte te doen. Omdat die wijder is als de pols. Even binnenste buiten trekken. Dan moet je aan de onderkant, aan je polskant, de ronde nog sluiten. Hè? Dat doe je met het begindraadje. Ik heb een naald met een dik oog. En nu ga ik kijken of dat allemaal lukt voor de camera natuurlijk. Hè? Ik ben een kluns met naaien. Dus vind je een betere manier om te naaien, gewoon doen. Hè? Dat is gewoon een aanrader. Nou, je neemt de eerste steek. Daar ga je onderdoor. Zo, je trekt het aan. Je zet het in het beginsteekje nog even vast. Zo. En je gaat je draadje wegwerken. Zo, een beetje in een steekje hier. En dan heb ik hier nog een draadje. Zo, en die steek ik naar die andere toe. En dan kan ik daar gewoon een knoopje in leggen. Even een beetje in de buurt komen zo. Zo. Knoopje erin. Twee keer erdoor zo. En ik zeg al, doe het echt op jouw manier, hè. Is altijd is veel beter als wat ik doe. Ik laat alleen maar even zien hoe ik het dan doe. Afknippen. En dan heb ik hier nog een draadje. Daar steek ik er eentje van door een andere steek. En dan kan ik in die twee draadjes een knoopje leggen. En dan is hij ook weg. Kijk, deze steek ik hier doorheen. Maakt niet uit waar je dat doet, als het maar een beetje in de buurt blijft. Hier ook. Twee keer erdoor halen. En nog eentje erbovenop. Gewoon voor de zekerheid. Afknippen. En dan hier bovenin. Ik steek ze eerst met z'n tweeën een stukje naar beneden. En ik vind dat het wonderbaarlijk lukt voor de camera. Misschien omdat Doris hier ligt te slapen. Ah, een mooie staart. Dus eerst een stukje naar beneden. Door de steekjes heen zo. Dan één draadje op de naald. Door de naald, door het oog. En dan hier in de buurt even één keer door een ander draadje heen steken, zo. En
En dan kan ook hier een knoopje in. Twee keer erdoor. Zo. Eén keertje. Of ook een keer twee keer. Wat jij wil. Afknippen. Weer terug naar de goede kant. En als je dit dan twee keer doet, net zoals ik, heb je twee polswarmers. En hoe draag je ze nou? Ik doe even mijn trui omhoog, zo. Je stopt je hand erin, bij de Alina, zo. En dan zit hij hier, hè, zo. En dan vind je een gaatje waar je duim door kan. En dan maakt het niet uit waar of dat gaatje zit. Het is wel handig om dat bij allebei de polswarmers in eenzelfde rij te doen. Want dan zitten ze precies hetzelfde. Maar op zich maakt het niet uit of je dat nou hier doet of hier. Het kan allemaal. En dat is het voordeel van die dikke haaknaald. Je hoeft niet expres ergens een duimgat te maken, want de ruimte tussen de stokjes is groot genoeg dat je duim erdoor kan. En loop je lekker te wandelen, dan doe je gewoon lekker zo. Ook lekker warm. Zo wordt het hier langer om je pols, korter om je handen. Wat jij wil, het kan echt allemaal. Zo, hè? Dan heb ik hier twee toeren na mijn duim. Ik ben er heel blij mee. Ik doe ze even uit. En ik laat zien wat ik nog over heb. Dit is over van de Alina. En dit is over. Even kijken hoor, dit is een binnendraadje, die hoort hier. Zo. Dit heb ik over van de Foxy. En die ga ik mooi bewaren. Voor een keer iets als een drifterpakket, drifter idee of zo. Of een als sierdraadje ergens bij. Komt helemaal goed. Ik gooi dit echt niet weg. Dit ga ik bewaren. Wat ook kan, als je nog zoveel garen over hebt. Kijk, hier is de oorwarmer. En hier is de sjaal van deel 1. En ik had gezegd, als jij franjes wilt, haal dan die draden er niet af. Maar laat ze zitten en gebruik je restgaren om er franjes aan te maken. Want dit is een beetje zielig zo, hè? En daar kun je dan dit garen ook weer voor gebruiken. Voor die franjes. Nou, ik hoop dat je het een hele leuke set hebt gevonden. Ik vond het in ieder geval geweldig om te mogen maken. De Hot Winter Set van Eva. De sjaal, deel 1. De oorwarmer, deel 2. En de polswarmers, deel 3. Ik zie je heel graag terug bij een andere tutorial. Misschien ook wel een soort crochet-along of een set of noem maar op. Wat jij wil. Onderin de beschrijving van elke aflevering van deze set staat de link naar het pakket van Eva. Onderin. En verder, dankjewel voor het kijken namens mezelf. Maar zeker ook namens Eva van JaniceEve.be.